iets voordeel aan de buitenkant en nu een lengtevoordeel. Hij neemt over Hamilton Quick. Hamilton Quick, daarachter Ilja Medo. Nu gaat ook Diva Divine in de aanval. Die gaat door naar plek 2. En aan de buitenkant komt ook Daisy van Kamstroop. En ze zijn halverwege de laatste bocht. Twee lengte voorsprong nu voor Hamilton Quick. Daarachter Diva Divine, die is nog niet geklopt. Die komt nu lekker op toeren. Daarachter op plaats 3. Aan de buitenkant nu Daisy van Kamstra samen met Ilja Medo. Het is nog niet beslist. Aan de buitenzijde Samantha Stoker, de kampioen bij de dames. Aan de relingzijde Wim Brouwer met Hamilton Quick. Nu lijkt het wel beslist, want die laatste trekt nog een keer aan. En dan heeft hij het gaatje wel geslagen. Gaat hem hier winnen. Geef maar een applaus. Wim Brouwer, Hamilton Quick voor de stal van Bas Krebas. Tweede is Diva Divine. Derde Daisy van Kamstra. Vierde Ilja Medo. En vijfde Shake Hands. En dan mogen uiteraard de mannen van de Spangenhoef als eerste hun rijder Willem Brouwer feliciteren. Dan loop ik wel even mee met Willem, want het was een sterke zege. Buitenom moest je alles doen. Nou ja, ik was natuurlijk goed van start en ik wist dat Erik de kop zou houden. Dus ik lag mooi erachter en Bas had gezegd, probeer maar met 700-800 meter te gaan een beetje druk te zetten. Nou, dat hebben we gedaan, dus ik heb de orders van Bas opgevolgd. En dan is Bas altijd super blij. Maar goed paard en je klikt er prima mee. Ja, kijk, ik werkte hem voor en dan voel je altijd dat het paard heel veel klasse heeft. Hij heeft tegen hele goede paarden gelopen in zijn jaargang. Dus ja, dat is een genot om zulke paarden te mogen rijden. En als amateur is het altijd fijn om op de baan van Groningen te rijden? Ja, ik rij hier altijd gelukkig, dus ik kom hier graag. Kijk, dan hopen we vaker te zien hier bij de amateurkoersen, dames en heren. Willem Brouwer wint dus met Hamilton Quick. En geeft u een groot applaus hier in de John de Leeuwprijs als Jannik voorbij komt, dames en heren. Gevallen. Fini Promise heeft er geen zin in. Die laat de auto lopen en laat ook de andere paarden weglopen. En zo gaan 7 paarden op weg naar de eerste bocht. Alle deelnemers in de juiste gang op pad. En een snelle start aan de binnenkant van Ilja Medo. Ilja Medo, Hamilton Quick op plaats 2. Derde aan de buitenkant is Diva Divine. En vierde aan de binnenkant, Kees Mil met Eddie Ready Go. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding daar makkelijk voor Ilja Medo. Sterker nog, die heeft een lengte of 2 voorsprong gelopen. Daarachter op de tweede plaats Hamilton Quick. Daarachter Diva Divine. Dan valt er een gaatje naar Eddie Ready Go. Die krijgt aan de buitenkant druk van Shake Hands. Ook naar het tweede spoor gegaan is Flavius Boko. En daarachter volgt op de laatste plaats Daisy van Kamstra. Grote achterstand voor Fini Promise. Paard in de rechte lijn overzijde en Erik van den Berg heeft inmiddels het rempedaal een beetje kunnen vinden. Die neemt het tempo iets uit de koers en het is Ilja Medo die leidt. Ilja Medo daarachter op plaats 2. Hamilton Quick de favoriet en de derde plaats in de kleuren van Benen Dijkstra Diva Divine. Eerste paard aan de buitenkant, dat is niet heel voordelig, is Shake Hands en daarachter aan de relingzijde Eddie Ready Go. In het tweede spoor op de rug van Shake Hands ligt Flavius Boko en daarachter volgt op de laatste plaats Daisy van Kamstra. Nog altijd een kleine voorsprong voor Ilja Medo. Niemand voelt zich geroepen om daar heel snel achteraan te gaan. Gaatje blijft bestaan met Hamilton Quick. En zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Ilja Medo leidt met de man uit Den Haag, Erik van den Berg. Daarachter op de tweede plek Wim Brouwer met Hamilton Quick. Dan Samantha Stoker met Diva Divine. De vierde plek is nu aan de buitenkant voor Shake Hands met Jaap ter Stal. Die gaat voorbij aan Eddie Ready Go. Daarachter aan de buitenkant Paula Bakker met Flavius Boko. Sjoerd van der Galie ligt laatst in het tweede spoor met Daisy van Kamstra. Zo zijn we de laatste ronde. We hebben nog 1000 meter ruimte gaan. En het is Ilja Medo die leidt. Daarachter maakt zich al op voor de slotaanval. Hamilton Quick die gaat al een half spoortje naar buiten. Daarachter Diva Divine. En zo gaan de paarden de rechterbocht in. Ilja Medo dus nog voorsprong. Hamilton Quick vlak daarachter.
Diva Divine daar weer vlak achter. Inmiddels weer aan de binnenkant gekomen. Shake Hands, die heeft een heel stuk buitenom gelopen. Dan Flavius Boko. Die denkt bij zichzelf dat buitenom lopen, daar vind ik niet zo heel veel aan. Die laat nu een gaatje vallen. Wordt aangepakt door Daisy van Kamstra. En laatste is nu Eddie Ready Go. Daar komt de aanval aan de buitenzijde van Hamilton Quick. 750 meter te gaan nog. En Hamilton Quick pakt nu Ilja Medo aan, maar die vecht terug aan de binnenkant. Ilja Medo aan de binnenkant, Hamilton Quick aan de buitenkant. Diva Divine gaat heel knap mee. Shake Hands moet een gaatje laten vallen en Daisy van Kamstra komt juist op. En zo gaan ze de laatste 500 meter in. Iets voordeel aan de buitenkant en nu een lengtevoordeel heenneemt over Hamilton Quick. Hamilton Quick, daarachter Ilja Medo. Nu gaat ook Diva Divine in de aanval, die gaat door naar plek 2. En aan de buitenkant komt ook Daisy van Kamstra op en ze zijn halverwege de laatste bocht. Twee lengte voorsprong nu voor Hamilton Quick. Daarachter Diva Divine, die is nog niet geklopt. Die komt nu lekker op toeren. Daarachter op plaats 3. Aan de buitenkant nu Daisy van Kamstra samen met Ilja Medo. Het is nog niet beslist. Aan de buitenzijde Samantha Stokker, de kampioen bij de dames. Aan de relingzijde Wim Brouwer met Hamilton Quick. Nu lijkt het wel beslist, want die laatste trekt nog een keer aan. En dan heeft hij het gaatje wel geslagen. Gaat hem hier winnen. Geef maar een applaus. Wim Brouwer, Hamilton Quick voor de stal van Bas Krebas. Tweede is Diva Divine. Derde Daisy van Kamstra. Vierde Ilja Medo. En vijfde Shake Hands.